Loop je al een tijd rond om als ZZP'er te beginnen, maar weet je niet goed hoe? Dan kijk deze video waarin ik een aantal concrete tips met je deel die je kunnen helpen bij het starten als ZZP'er. Mijn naam is Ronnie Overgoor en in het dagelijks leven ben ik dagvoorzitter van beroep. Ik presenteer zakelijke evenementen, zowel offline als online. En daarnaast run ik het YouTube-kanaal 7D-TV. Ik denk wel de allerbelangrijkste tip die ik je wil meegeven als je als ZZP'er wil beginnen. En dat is: zorg dat je kan factureren. Ik kom waanzinnig veel mensen tegen die met plannen rondlopen, die websites aan het bouwen zijn, visitekaartjes aan het ontwikkelen zijn, die hele papieren volschrijven met plannen en ideeën. Maar uiteindelijk, als je ZZP'er wil worden, dan zul je klanten moeten hebben. En een klant is niet een vriend of een familielid. Nee, een klant is een vreemde die wil betalen voor jouw product of dienst. Dus dat is ook meteen, wat mij betreft, de eerste stap die je moet nemen. Zodra jij, dat is belangrijker dan al het andere. Het moment dat jij een factuur kan sturen aan iemand, dan weet je dat je iets kan waar andere mensen voor willen betalen. En dat is de start voor elke ZZP'er. Maak een realistisch commercieel plan voordat je begint. En een realistisch commercieel plan is geen heel ingewikkeld businessplan met weet ik veel wat van flauwekul. Nee, een businessplan is: wat is een reële omzet die je kan gaan maken op jaarbasis? Wat zijn de kosten die ik daarvoor moet maken? En wat hou ik daarna over? En let dan ook op dat datgene wat je overhoudt geen netto salaris is. Misschien als je een kleine eenmanszaak bent in het begin en je hebt van allerhand leuke aftrekposten dat je dat denkt. Ik maak wel eens als grapje altijd de helft moet naar de belasting. En ik adviseer je ook zo te rekenen. Oftewel, je draait een omzet, je haalt je kosten ervan af, dan hou je je marge over, tik daar gewoon lekker de helft van af en dat is wat je netto overhoudt. Daar schrik je misschien even van in het begin, maar je kan je beter, zeg maar, net iets te arm rekenen dan jezelf te rijk rekenen. Ik zie te veel ZZP'ers die met mij kletsen van ja, en ik wil dit en dit en dat gaan doen. En als ik dan op dit plan uitkom, ik zeg: jongens, wat is de omzet die je wil gaan draaien? Wat zijn de kosten die je daarvoor moet maken? En wat hou je dan over? En wat hou je daar dan netto aan over? Dat het in heel veel gevallen gewoon een te mager plan is. En dan moet je het gewoon niet doen. Dan kun je beter een baan zoeken en een goed salaris verdienen. Dus een hoop minder stress en een hoop minder gedoe. Want ik vind, als je voor jezelf begint, en misschien ben je, maar moet je jezelf geen ondernemer noemen, maar zelfstandige of ZZP'er, hoe, geef het beestje een naam. Maar je moet jezelf een fatsoenlijk salaris kunnen betalen. Daarvoor doe je dit, volgens mij. Je doet dit niet om 80 uur per week te moeten ploeteren en uiteindelijk geen reet te verdienen. Dus zorg dat je dat eerlijke, zeker als je nog niet gestart bent en je wil gaan starten, zorg dat je die simpele, maar eerlijke rekensom met jezelf maakt. Heb je nou zelf tips of lessen die je geleerd hebt als ZZP'er? Laat die dan achter hier onder deze video in de reacties, zodat ook andere ZZP'ers en andere ondernemers daarvan kunnen leren. De volgende tip, en ik zie de fout veel gemaakt, is: pas op met het samen doen. Dat klinkt misschien raar, maar vaak is het zo als je met een onderneming of je begint als ZZP'er, maar of je wil een kleine onderneming starten of misschien wel een grote onderneming starten, je wil starten met ondernemen, dat gedeeltelijk vaak door een stukje onzekerheid dat je al vrij snel zegt van, dat ga ik dan samen met hem of met haar doen. Want hij kan dan heel goed dit en ik kan heel goed dat en dan gaan we dat samen doen en dan zetten we het bedrijf gewoon samen op. Samen een bedrijf opzetten is nog dwingender dan trouwen. En in heel veel gevallen zie ik jonge ondernemers met name, die zijn dan samen begonnen en ik praat even met ze en ik zie al meteen, eigenlijk is hij of zij is de ondernemer. En die andere twee of die andere drie, die hebben een heel andere rol en zijn geen evenwaardige partners. En dan als je eenmaal die keuze hebt gemaakt en je komt daarna een jaar achter en alles is al gestart en alles is ingeregeld en de statuten en de aandelen en alles is geregeld, dan kom je niet zomaar meer van elkaar af. Ga lekker vrijen, maar pas op met meteen te gaan trouwen. Oftewel, hou de samenwerking vrijblijvend. Start allemaal je eigen eenmanszaakje of je bv'tje op. Ga samenwerken, ga die markt pakken. En als uiteindelijk blijkt dat in de samenwerking dat het zo logisch is dat je echt samen moet gaan optrekken, dan kun je dat altijd nog doen. Maar begin vrijblijvend en ga niet meteen met elkaar aan elkaar vastzitten.
En als je dan gaat starten als ZZP'er, dan hebben veel ZZP'ers toch wel de behoefte aan een website. Maar alsjeblieft, ga niet veel kosten maken. Ga absoluut niet, als jij als ZZP'er net start, ga beginnen met hele dure websites waar je duizenden euro's voor kwijt bent. Een paar honderd euro max. En als je een beetje handig bent, gebruik WordPress en doe het zelf. En als je dat niet kunt en je bent daar wat minder handig in, zoek dan iemand in je omgeving. En iedereen kent zo'n iemand in de omgeving die het wel kan. En meer dan een paar honderd euro moet het niet kosten. En op die manier kun jij in ieder geval een nette website met een domeinnaam voor een paar euro per jaar, kun jij jezelf prima presenteren. En daarnaast ga actief gebruik maken van social media. En breng hierin focus aan. Je kan niet op alle social media kanalen tegelijk actief zijn. Kan wel, maar dan ben je echt de hele week bezig. Maar kies er een paar uit. In mijn geval, is het in mijn geval ook vrij logisch. Ik zit puur in het zakelijk segment. Ik ben dagvoorzitter en host op congressen en zakelijke evenementen. Dus LinkedIn is voor mij het allerbelangrijkste podium. Daar ben ik zeer actief. En tussen jou en mij, het LinkedIn is voor mij een belangrijker podium geworden dan mijn eigen website. Maar stel dat jij iemand bent die zich richt op consumenten, dan kan Facebook weer veel belangrijker zijn. Stel dat jij je richt heel erg op jongeren, dan kan TikTok weer van belang zijn. Dus maak daarin je eigen keuzes. Maar bovenal, als je als ZZP'er gaat starten, maak niet veel out-of-pocket kosten voor het maken van dure websites, brochures, flyers, visitekaartjes en weet ik veel wat voor flauwekul. Hooguit een website voor een paar honderd eurotjes en voor de rest lekker op social en aan de bak. Doe veel zelf. Uren zijn gratis, zeg ik altijd. Dat is misschien niet helemaal eerlijk, want officieel moet je die ook als kosten gaan doorberekenen. Maar ik ben daar nogal eigenwijs in. Ik heb zoiets van, jongens, er zitten 24 uur in een dag en ik bepaal zelf wat ik doe. En ik vind het heerlijk om heel veel zelf te doen. Het scheelt heel veel kosten. En je zorgt ook dat het echt jouw ding is. Dus zorg dat je uren maakt. Heel veel uren maakt, dingen zelf uitzoekt en dingen zelf doen. Daarmee krijg je ook controle en grip op wat je allemaal aan het doen bent. En dan kun je altijd nog later, als het gaat groeien, kun je op een gegeven moment zeggen, oké, ik ga een aantal zaken delegeren. Er zijn een paar uitzonderingen. En dat zijn echt, dat is finance. Ik bedoel, als je de bal of stand hebt van finance, zoals ik, zorg dat je een boekhouder hebt. En ook dat hoeft niet de hoofdprijs te kosten. Je kan tegenwoordig met een online boekhoudpakket kun je eigenlijk 80% van je boekhouding al doen. En zorg dan dat je nog een boekhouder hebt die gewoon per jaar even je jaarrekening doet. Of als je jezelf een salaris uitkeert, eventueel een salarisadministratie op poten zet. Maar daar moet je niet zelf in gaan kloten, want je wil geen ruzie met de Belastingdienst. Maar voor de rest kun je heel veel dingen zelf doen. Het verbaast mij nog steeds als ik ZZP'ers en ondernemers tegenkom, dat ze van allerhand vragen hebben waarbij ik denk, typ die vraag nou eens in Google en in YouTube. Alles is online te vinden. En zeker als startende ondernemer, als startende ZZP'er, gebruik nou het internet als kenniscentrum. Ik zit hier nu in mijn eigen YouTube-studio, in mijn basement. Ik heb deze hele studio ingericht met behulp van kennis die ik op YouTube heb opgedaan. Ik heb mezelf een maand lang opgesloten op YouTube. Ik heb op van allerhand Amerikaanse websites, zoals Think Media bijvoorbeeld. Dat zijn een paar gasten uit Amerika. 1,5 miljoen subscribers. En daar kun je van allerhand informatie vinden over welke camera's, hoe ga je met licht om, wat doe je met je microfoons, hoe schakel je alles. Ik heb alle kennis op YouTube uitgevogeld. En dat gaf mij de mogelijkheid om compleet zelfstandig hier een complete studio in te richten, waarin ik nu professioneel filmpjes kan maken. Schakel niet te snel externe hulp in, maar zoek het zelf uit. Gebruik Google en gebruik met name ook YouTube. Alle informatie is daar te vinden en gebruik dat ook. Pas op voor valse bescheidenheid. Daar zijn we in Nederland super goed in. Ik ontmoet te veel mensen die wel degelijk plannen en ideeën en ambities hebben en misschien ook wel dingen heel goed kunnen, maar die toch al heel snel zeggen, wie ben ik nou? Steek je kop niet boven het maaiveld uit. Doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Nou, wat mij betreft, doe maar niet gewoon en dan doe je nog lang niet gek genoeg. Dus pas op voor valse bescheidenheid. Jij mag er zijn en jij staat ergens voor en jij kan iets heel goed en je vindt iets super tof om te doen. En dat zijn de basisingrediënten om de stap te maken naar zelfstandig ondernemerschap en naar het succesvol zijn als ZZP'er. Dus neem jezelf
serieus. Ik hoop dat je wat aan deze tips hebt gehad en dat het je helpt om als ZZP'er te starten. Want liever vandaag nog dan morgen. Want er is niks mooiers dan zelfstandig aan de slag gaan. Om die vrijheid te ervaren, maar ook zeg maar, je geld te kunnen verdienen met datgene wat je super gaaf vindt om te doen en wat je goed kan. Dus ik wens je daar heel veel succes mee. En nogmaals, ik hoop dat deze tips je een beetje hebben kunnen helpen. En wil je meer inspiratie en meer lessen en je meer verdiepen in ondernemerschap, kijk dan alsjeblieft op mijn YouTube-kanaal 7DTV. Daar staan honderden video's op met gesprekken met ondernemers. Hoe zij aan het ondernemen zijn en wat zij allemaal geleerd hebben en wat voor lessen zij hebben geleerd. Dus neem vooral een abonnement ook daarop. Kost je niks. Abonneer je op 7DTV of op de podcast. En voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi!